Het afvalpilotproject dat het afgelopen half jaar op de Voorbeemd in Beekendonk is gehouden mag als geslaagd worden genoemd, zegt wethouder Frans van Zeeland. Het is nu zover dat per 1 januari in heel Laarbeek de PMD gaat lopen. PMD staat voor plastic, metalen verpakkingen en drankkartons. Voor het einde van het jaar zal het college besluiten hoe het nieuwe afvalinzamelingssysteem eruit gaat zien. Huishoudens in de Voorbeem bespaarden 25 euro op de restafval. Er werd 85% minder restafval ingezameld. Gerard Brouwers ging aan de inwoners van Laarbeek vragen wat zij ervan vonden. Zoals het nu is, zou ik het niet veranderen als het mij vraagt. Maar moet natuurlijk in de toekomst kijken. Ik denk dat het voor oudere mensen in de gemeente nogal een beetje een probleem zal zijn. Ja. Want nu kunnen ze het aanbieden voor de deur en dan moeten ze dus verderop in de straat ergens op een locatie ophangen of wat dan ook. Hè? En je moet rekening houden toch ook met de oudere generatie. Ja. Daar ben ik van op de hoogte, want ik heb dat vorige week helemaal meegekregen. Want ik heb het hele programma via Radiocontact afgeluisterd. Onder andere met wethouder van Zeeland. Ja, leek me toch wel een heel mooi idee. Ik heb daar eens mee dan gezien dat het een grote rotzooi is. Ja, als het maar niet heel ver is, want ik wil er nou wel doen. Maar ze moeten allemaal wel doen, hè. Als ik in ieder geval 10 meter moet lopen of 20 meter, dat is niet zo erg. Dat is toch maar één keer in de maand, maar één keer in de week. Dus dat is niet zo slim. Ik denk dat het wel een goede zet is, hoor. Absoluut, ja. U bent ook actief in het scheiden van het huisvuil? Nou ja, zeker. Ja, want we doen alles scheiden. Dus het plastic en de groene container en de grijze container wordt dus apart allemaal verzameld. Ja. Nou is die grijze container, dadelijk kan het bij die plastic zakken. Er kunnen ook de pakken van melk, van frisdranken, ook het oude ijzer mag erin. Dus dat wil dus zeggen steeds minder in de grijze container. Mm-hmm. Ja, dat is misschien wel mogelijk. Maar nou, ik zet de grijze container misschien 2 keer per jaar buiten. Dus zo weinig afval heb ik daarvan. Ja, ja.